vorige keer in DayZ. Zijn spullen neer aan het doen. Hij vliegt van mij. Wow, recht over ons. Komt ze hier weg? Ja, hij vliegt over ons. Laat je licht even uit. Hij landt hier links op het dak. Kunnen we hem even uitschakelen? Hij staat er. Hij vliegt weer op. Hij vliegt weer omhoog. Nee, wow, ik ben doodgeschoten. Echt? Ja. Oh, er wordt nog steeds op ons geschoten. Ja, what the fuck, hé. Ga weg. Rij weg. Ik ben helaas doodgeschoten. Er stond nog waarschijnlijk een speler achter mij, want je zag dat hij volgens mij op 17 meter afstand stond. En Jeffrey is later ook nog doodgeschoten. Nicky had het overleefd, maar die is ook opnieuw gerespawned. Zodat we allemaal een beetje bij elkaar in de buurt zaten. Ik ben nu bij Bjelov gespawned en ja, ik heb geen idee waar ik ben. Ik ga nu even op zoek naar Nicky. Oké, nou, eerste stadje die ik tegenkom. Nicky had het al over twee grote schoorstenen en ze wacht op me in het ziekenhuis. Dus gaan we daar even kijken. Het is heel stilletjes hier. Oh, ik hoor de schoten. Hopelijk is dat niet Nicky dat ze dood is geschoten ofzo. Hey, daar heb je het ziekenhuis. Ik heb even mijn zaklampen bijgepakt. Even kijken of ze daar zit. Volgens mij zie ik daar wel iemand zitten. Ja, ik zag daar iemand lopen. Ja, dat is sowieso Nicky. We gaan even laten schrikken. Oh my god, ze heeft niet eens door dat een zaklamp in haar gezicht schijnt. Oh my god. Jezus, ben jij dat? Ja, nee, dat ben ik. Ben jij? Eindelijk heb ik gevonden. Hé, hey, is dat niet even leuk? Waar gaan we heen? Ja, we moeten even een beetje richting de grote stad waar we dood zijn gegaan. Daar komen we straks Jeffrey tegen. Ja, ik hoor je lijken. Ja, dat is hier is een massagraf. Ik heb het hier al helemaal onderzocht. Is dat ook niks in het gebouw? Nee. Ik moet nog politie hebben. Waar? Hij schiet op mij. Ik ga even op hem schieten. Oh my god, ik mis echt alles. Oh shit, nog een speler. Oh nee. En nog één speler, oh my god. 3 spelers. Oh my god, hier nog 2. 5 spelers. Oh shit. Ben je dood? Wow, nee, ik ben nog niet dood. Nog niet. Ik bloed wel, als een rund. Oh, ik raakte een beetje in paniek, joh. Ik zie ze. Ik ga dood. Ja, ik ook. Ze komen naar boven. Oh my god, ik ben zo dom. Ik had er 1 kunnen hebben. Ik ben helemaal nerveus. Ik had er 1 kunnen hebben. Oh my god. Hé? Oh shit, hij zit... Oh my god, ja, hij heeft mij. Ik ben dood. Kloten zo, ja, ik kon niks. Sowieso, mijn ammo was er echt helemaal op. Verstop je, ik ga nu even respawnen, ja. Ze zitten hier ergens. Oh, ik zie iedereen. Stil. Ja, eentje is down. Ik ga even kijken, misschien kan ik even zijn gun pakken. Oké. Er rennen daar achter nog 2. Oké, never mind. Kom, we gaan. Ze komen naar ons toe. Ja, rennen. Oh my god. We zijn echt met een grote groep, joh. Dat is echt niet normaal.
Ja, ze komen achter ons aan, rennen. Ik ben even uitgelogd. En ik heb even een andere character model gepakt, want ik werd helemaal gek van die zombie. En we rennen nu richting de grote stad. We hebben onderweg wapens gevonden. En we zijn even langs het ziekenhuis gegaan, even wat medical supplies gepakt. En nu komen we aan bij de grote stad, waar we ook dood zijn gegaan. Wel een grote stad, hè, Nick? Ja. Ik vind het een beetje lijken op Tsjechië, hoor. Voor mij is deze mod ook gemaakt. Ja, niet de mod, maar ik bedoel deze Origins versie, die is gemaakt door Tsjechen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar voor mij las ik dat ergens. Het ziet er wel heel mooi uit, vind ik. Oh my god, ik loop een beetje vast hier. Het verbaast me nou dat ik niet zoveel lijk. Ja. Kom, check even deze grote shopping mall. Misschien vinden we daar wel wat. Oh, bingo. Ik heb een map. Dus we kunnen ons eindelijk een beetje oriënteren. Bye. In dit gebied. En ook nog eens lucifers. Oké, nou, we lopen nu richting de apartments. Die flatgebouwtjes waar we in de vorige episode zijn doodgeschoten. Oké, nice. Nick, ik heb een kompas en ik heb een ghillie suit gevonden. Ik heb eten. Ik heb een horloge. Ik heb een ghillie suit, Nick. Echt? Fucking vet. Eten. Fucking vet. Die civilian clothes even droppen. Ja, hopelijk vinden we er nog een. Nick, we zijn bijna bij de safe zone. Dan kan je daar uitloggen en dan ga ik op zoek naar Jeff. Ja. Oké, volg mij. Ik heb natuurlijk weer een zombie achter me aan. Ja, ik zie het. Gewoon even doorlopen. Even hollen jij. Oké, Nick, geef me even een bloodtransfusion. Open mijn Alice-pack, daar doe ik nu een bloodbag in. En dan kan je me een bloodtransfusion geven. Ja, kom op. En hoe doe ik dat? Wacht even hoor. Je moet even naar mij kijken en scrollen met je muizen. Oh shit, Nick. Nick, verstop je spelen. Hello there, buddy. Are you friendly? If you want, just pass by. We ain't gonna hurt you. Nick, ga even achter een andere boom zitten. Yeah, we are friendly, buddy. Volgens mij hoort hij mij niet. Mijn microfoon werkt niet of zo in game. Hello? I saw you. Oh my god, wat is die gast aan het doen, joh? Please don't kill me, please don't kill me. Nee, ik praat eens even tegen hem. Nee, dat durf ik niet. Ja, kom op, doe gewoon. Nee. Deze gast is echt gestoord. Oh my god, no dude, I don't want your grenade. Oh my god. Wat is die kwijt? Hij is zijn ammo kwijt. Zijn wapen. Maar ik ben jou ook kwijt nu. Oh,
Oké, hij moet Lee Enfield ammo, die heb ik nog wel in mijn backpack. Mag hij wel even wat hebben. I'll take a warning, I guess. Thank you for not killing me. Bye. Ik heb Nicky naar de safe zone gebracht en die gaat nu even rust nemen. Dan ga ik nu op zoek naar Jeffrey. Ik zou hier bij deze toren op Jeffrey wachten, omdat deze toren makkelijk zichtbaar is en dus een makkelijke meeting point. Ah, oh, daar zullen we hem hebben. Hey dude. Yo man. Alright man, ik kom even naar beneden, hè? Yo. We hebben besloten om weer terug te gaan richting de flatjes en daar een beetje voorbij. Om toch nog een beetje in de buurt te blijven van Nicky. En toen kwamen we bij deze grot terecht. Wat is dit daar in een grot? Hé, wat is dit joh? What the shit? Er ligt hier nog eentje in. Een skelet hier. Mm. Wat is dit voor iets? Een piramide of zo? Kijk, hier zit een gat. Naar boven. Ik durf hier echt niet naar binnen, man. Straks ga ik dood. Ga jij maar eerst. Waarom durf je niet naar binnen? Ga jij lekker naar binnen. Ik ken het. Als ik ga bukken, dan breek ik al mijn botten en ben ik weer dood. Dat geluk heb ik altijd. Oeh, het is ook... Het is een grot, man. Echt? Dat had ik nog niet door, dude. Ja, maar... Waar zit die uitgang, joh? Hè? Huh? What the fuck? We zijn trapped. Wat? Die uitgang is weg. Oh my god. Kijk, hier kun je ook naar boven kijken. What the fuck? Dit is echt een trap, dude. Ja. Daarom... Oh my god. Oh fuck. Nee, alsjeblieft niet. En volgens mij kom je hier nooit uit, man. Nee, ik denk het ook niet. Oh my god. Nee, je komt hier niet uit. Is alles weer voor niets geweest. Dit meen je niet, man. Bullshit. Nee. Kan je hier niet omhoog, joh? Nee, je kan niet. Naar beneden, ga eens naar beneden. We moeten een uitgang vinden. Oh, what the fuck, jongen. Ja, man. Voor mij is dit gewoon zo'n booby trap of zo. Hier, dit is toch de ingang? Oh my god. Er zit hier wel een gat in het plafond. Misschien kan je daar iets... Gast, we zitten vast voor altijd gewoon. We komen er hier niet meer uit. We komen hier echt niet meer uit.